Wat er ook gebeurt in een land, God heeft altijd controle over alles. Dit zegt Orlando Bottomley, die gastvoorganger was bij een speciale dienst gehouden in de grote stadskerk. Er is een samenwerking tussen verschillende Surinaamse artiesten en kerkelijke voorgangers. Elke kerk die geïnteresseerd is in een speciale dienst, kan dat aangeven. En gisteren was het de grote stadskerk. Bottomley is samen met de gospelartiest Dwight Dissels naar Suriname gekomen. De voorganger gaf verschillende geestelijke adviezen, vooral over het huwelijk. We brengen u een fragment uit deze dienst. Maar meteen na de eerste dag van het huwelijk dacht ik, maar ze is niet volmaakt. En hij is niet volmaakt. Of zoals een meisje laatst tegen me zei, broeder Bottomley, toen ik hem zag eten, dacht ik, oh, moet je zien hoe hij is. Dat is wat blijft mijn liefde voor hem. Maar nog veel erger, ik denk namelijk dat naarmate de relatie vordert, als die rosse dagen voorbij zijn, dan begin je plotseling met elkaar te leven en dan kom je elkaar tegen. Ja. En u moet zich voorstellen, ik overdrijf niet met duizenden mensen, omdat we een grotere kerk hebben. Met duizenden mensen ben ik in contact gekomen in de loop van de afgelopen 40 jaar. En dan als ik soms een echtpaar krijg dat ruzie maakt met elkaar, zoals u en ik geen ruzie maken, ja. Maar als ze ruzie maken, dan stond ik verbaasd erover waar ze ruzie over maken. Mag ik u een klein voorbeeld geven? De vrouw zit bij me en de man zit naast haar. En ik stel haar de vraag, maar waar bent u zo boos over en maakt dat jullie iedere keer een conflict krijgen? Broeder Bottomley, die tubekool dit, hij drukt het iedere keer van boven. Dat was Orlando Bottomley, gastvoorganger, die gisteren een speciale dienst heeft gehouden in de grote stadskerk aan de Steenbakkerijstraat. Bottomley is samen met gospelartiest Dwight Dissels naar Suriname gekomen voor een samenwerking tussen artiesten en kerkelijke voorgangers. Deze samenwerking duurt van 14 tot en met 20 februari en wordt in verschillende kerken gehouden.